In de topsporthal in Almere werd dit weekend de Special Olympics regionale spelen gehouden. Het is altijd feest. Het is eigenlijk Special Olympics zijn een van de weinige evenementen waar het altijd feest is. Maakt niet uit of je wint of niet. Het is één groot feest. En dat maakt het gewoon heel bijzonder en ook heel mooi. En altijd ontzettend inspirerend om erbij te zijn. Hierbij verklaar ik de Special Olympics voor geopend. Special Olympics is een sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Je ziet echt dat mensen, zeker ook als ze nou op een gegeven moment de Special Olympics zijn geweest, enorme stappen zetten. Bijvoorbeeld, eerst durfden ze niet met de bus. Ineens durfden ze zelf met de bus naar dingen. Ze gaan zelf dingen organiseren. Het is echt een enorme boost, dat sporten, om dingen te ondernemen. Dus ik vind het belangrijk, dat heb ik toen gezien. Dus ik ben ook heel blij dat ik daar een rol in klein rolletje kan spelen. Vanuit bestuur Special Olympics Nederland. Tijdens het evenement konden de deelnemers meedoen aan verschillende takken van sport. Hier zie je Almeerder Fabian Gosselink. Hij speelt hockey bij de Almeerse Hockeyclub. Ik sport vier keer in de week. En dat is woensdag en zondag spelen we bij de Almeerse Hockeyclub buiten. En af en toe zaterdag een wedstrijd. En donderdag dus, dan zitten we hier. Vier keer, dus eigenlijk bijna topsport. Ja. En voel jij je ook een topsporter? Zeker. Bij Fabian kun je het niet zien, maar Fabian is autistisch en heeft een verstandelijke beperking, een licht verstandelijke beperking. Dus dat is waarom Fabian bij deze categorie zit. Ja. Maakt het dat extra moeilijk dat het niet zichtbaar is? Soms wel. En helemaal als hij ouder wordt, nu hij ouder is. Want ja, de verwachting is veel groter. Mensen zien niks aan hem, dus ja, die stellen hem vragen die hij niet begrijpt. En dan denken mensen van oké, dan wordt hij niet begrepen. En dat is voor degene vervelend die het vraagt, maar voor Fabian vervelend omdat hij niet begrijpt. Dus ja, dat is wel vervelend. En hoe ga je er als moeder mee om met zoiets? Ja, wij zijn heel relaxed daarin. Alles wat lukt is meegenomen. En ja, dit is wie hij is. En we zijn stapelgek op hem, dus... Ik vind sport gewoon heel belangrijk, zeg maar, omdat het is ook gezond voor je lichaam en je maakt vrienden met je team. En hoe doe je dat dan, dat vrienden maken? Nou, je maakt een beetje kennis, zeg maar. Dus stel je gaat bijvoorbeeld met iemand anders overspelen, dan moet je een beetje gaan praten, zeg maar. En zo maak je vrienden. Ja, en dat dus is leuk. Het sport is niet alleen gezond voor je lichaam. Nee. Maar het is ook nog eens een keer heel sociaal. Ja, zeker. En in zijn sport, ja, daar kan Fabian echt Fabian zijn. Zonder dat hij op zijn tenen hoeft te lopen. Of dat hij moet denken, oh, ik moet hierop letten. En dat is zoveel belangrijker dan wat dan ook. Dus sport is voor hem echt heel belangrijk. Haar zoon sport dus bij de afdeling aangepast hockey. Maar zou Fabian ook met een reguliere sportclub mee kunnen doen? Fysiek wel. Dat zou hij zeker niet onderdoen dan een... gewoon kind, om maar zo te zeggen. Maar qua aansluiting en sociaal met je team omgaan, denk ik dat Fabian daar tekort in komt. Hij begrijpt niet de snelheid waar jij en ik wel eens mee... Het gesprek wat wij voeren, dat kan hij niet altijd volgen. En dan voel je heel snel een buitenstaander. En dat is waarom we hem op de G-hockey hebben. Dat hij gewoon geen buitenstaander is.